De vondst van een paar illegale wietplantages in korte tijd is reden voor de gemeente Dronten om te gaan samenwerken met Meldmisdaad Anoniem. Voortaan wordt anonieme informatie ook gelijk aan de gemeente doorgegeven en niet alleen aan de politie. Geen rondje om de kerk, maar een rondje om het dorp. Dat kan nu in Espel. Een nieuw polderpad wordt door de trotse bewoners al de boulevard van Espel genoemd. En hoe heeft het stadsdeel Almere Buiten zich sinds het begin ontwikkeld? Van zandbak tot volgebouwde wijken. Het is goed te zien als je luchtfoto's naast elkaar legt. Het is donderdag 27 augustus. Dit is Flevoland. Goedenavond. Het kon allemaal wel wat beter. De informatie die de gemeente Dronten doorgespeeld kreeg van Meldmisdaad Anoniem. Daarom zijn de twee nu een samenwerking aangegaan. Tot nu toe gingen anonieme tips over criminaliteit en veiligheid eerst via de politie. Door de samenwerking komt informatie ook bij de gemeente terecht, waardoor er sneller kan worden gehandeld. De aanleiding voor de samenwerking waren de 5 hempkwekerijen die in korte tijd in Dronten werden ontdekt. Een aantal daarvan zijn we op het spoor gekomen door meldingen van bewoners. En dus hebben we gezegd, dat moeten we integraler aanpakken. De gemeente Dronten is bij ons op de lijn gekomen, naar voorbeeld van vele andere gemeenten in Nederland. In totaal zijn er zo'n ruim 100 gemeenten inmiddels aangesloten. En ja, Dronten is de eerste hier in Flevoland. Naast een bewustwordingscampagne gaan gemeenten en Meldmisdaad Anoniem Drontenaren wijzen op aangetroffen hennepplantages. We gaan bijvoorbeeld ook samen borden maken, waarbij als wij een hennepplantage ergens aantreffen, dan komt er een, wat we noemen een driehoeksbord op het huis te hangen. Deze woning of dit pand is gesloten op last van de burgemeester. Nou, het zijn allemaal maatregelen waarmee we nogmaals de inwoners bewust maken van hé, kijk eens om je heen, als iets niet klopt, als je denkt dat iets niet klopt, dan klopt het vaak ook niet. Toch is de samenwerking niet alleen bedoeld om hennepkwekerijen op te rollen. Hennep is nu de aanleiding, maar ik gaf ook al aan kindermishandeling, huiselijk geweld, belastingontduiking. Maar die onderwerpen kunnen ook gaan over geweldsdelicten, hè, bijvoorbeeld naar aanleiding van opsporingsprogramma's, illegale prostitutie, illegaal gokken. Dus dat is heel breed. De burgemeester hoopt dat Drontenaren straks ook sneller aan de bel trekken. Je kan niet zien wat het telefoonnummer is, de naam wordt niet genoteerd. Sterker nog, Meldmisdaad Anoniem vraagt ook door en kijkt, als die informatie te herleiden zou zijn tot deze ene persoon, dan doet de organisatie er niets mee. Dus anonimiteit is belangrijker dan het oplossen. Wij zeggen altijd, als mensen informatie hebben, is het altijd het beste als ze rechtstreeks met de politie melden. En wij zijn er echt voor die gevallen waarin mensen dat lastig vinden, dat niet durven. Dan is Meldmisdaad Anoniem een alternatief. Twee verdachten van de brandstichting aan de Deltastraat in Emmeloord in december vorig jaar komen voorlopig op vrije voeten. Dat bleek vandaag tijdens een proforma-zitting in Utrecht. De verdachten zijn 29 en 30 jaar oud. De mannen zitten sinds maart vast. Ze worden ervan verdacht de pergola en het huis van het slachtoffer in brand gestoken te hebben. Een derde verdachte zou de opdracht hiervoor hebben gegeven. Die zit nog vast. Supermarkt Marhaba Market aan de Moerasandijvistraat in Emmeloord blijft op last van de burgemeester 2 weken langer gesloten. In een van de winkelruiten werd 13 augustus een kogelgat ontdekt. De dag daarna sloot de burgemeester het pand voor 2 weken. Tot nu toe heeft politieonderzoek nog geen duidelijkheid opgeleverd over waarom er een kogelgat in het winkelraam zat. In het belang van de openbare orde en veiligheid rond het pand heeft de burgemeester daarom besloten de sluiting van het pand met 2 weken te verlengen. Honderden brasems die half augustus doodgevonden werden in Almere zijn waarschijnlijk door zuurstoftekort omgekomen. Dat meldt Staatsbosbeheer. Volgens een woordvoerder is het zuurstofgehalte in het water met warm weer altijd lager. Door de hevige regenbuien rond die tijd kwam er in 1 keer veel koud water erbij. Dat zorgde voor een dip in het zuurstofgehalte. En waarschijnlijk zijn vooral brasems daar heel gevoelig voor. De gemeente Almere verwacht dat er dit jaar zo'n 2800 minima gebruik gaan maken van het Woonlastenfonds. Het aantal aanvragen bij het fonds stijgt al jaren. Het Woonlastenfonds is bedoeld voor minima die eigenlijk in een te dure huurwoning zitten. Elk jaar werkt de gemeente Almere met een vast budget voor het Woonlastenfonds. Namelijk 6 ton en 41.000 euro. Wat de minima ontvangen uit het fonds hangt af van het aantal aanvragen. Dit jaar kunnen minima zo rond de 230 euro per jaar ontvangen als financiële compensatie. De boulevard van Espel, zo wordt het nieuwe polderpad dat volgende week geopend wordt, nu al in het dorp genoemd. Het pad is een aaneenschakeling van bestaande en nieuwe wandelpaden, waardoor je een rondje om Espel kunt maken.
Dit polderpad is aangelegd als ommetje om het dorp, om een betere verbinding te krijgen tussen het bestaande dorp, de industrietrein, het kerkhof. En we hebben allerlei sport- en spelaanleidingen op de route. Zo kan je er bijvoorbeeld vissen op de vissteiger bij de Espeler dwarstocht. En iets verderop langs de route staan twee fonteinfietsen naast elkaar. Fietsen op het droge en dan kijken in de tocht wie de hoogste straal water de lucht in kan spuiten. Eens kijken wie het hardste gaat. Dit is de kinderfiets, je hebt een volwassene. 1, 2. Het is inspanning en ontspanning. Terwijl je hard aan het zwoegen bent op de fonteinfiets, heb je een prachtig uitzicht over de Espel dwarstocht en de achtergelegen landerijen bij Espel. Daarna kan je even uitrusten en wat drinken aan de picknicktafel. Staatsbosbeheer heeft dit hout geleverd. En een oud werknemer van Staatsbosbeheer heeft er een mooi bankje van gemaakt. Een bankje? Zeg maar. Ja, dat is echt een bankje. Dan loop je niet meer weg. Nee, is perfect. De gemeente stelde grond ter beschikking en ook de provincie en de ANWB deden een duit in het zakje. Kostte grofweg €200.000 voor een duurzame, recreatieve, educatieve rondwandeling. Hier langs de route hebben we verschillende informatieborden. Waar dus informatie gegeven wordt over de producten die hier zo in deze regio verbouwd worden. Want het is een beetje een agrarisch gebied. We hebben hier twee hele grote verrekijkers. Die zijn ons ter beschikking gesteld door de firma Blok hier uit het dorp. In samenwerking met de Friese Poort. En die hebben daar een leerproject van gemaakt. En in die verrekijker, er zit geen lens in. Maar er zit op een gegeven moment een heel klein, minutieus vliegtuigje in de ene verrekijker. Die staat achter de ijsbaan. En hier hebben we een verrekijker, daar zit een kleine afbeelding in van een schip. En dat schip, dat is dus de markering, de aanwijzing van waar dus op een gegeven moment dan een wrak gevonden is in het verleden. In de volksmond is er al een bijzondere naam voor dit nieuwe polderpad, dat voor een deel langs de Espeler dwarstocht loopt. En het polderpad wordt hier door de bevolking wordt ook al de boulevard van Espel genoemd. Dat wordt hier wel van genoten, dat hebben we wel nodig, want die dorp heeft verder niet zo heel veel te bieden. Maar dit is een van de toch wel attractieve punten en dit maakt het rondje om het dorp weer helemaal compleet. De Elburgerbrug tussen de gemeente Dronten en Elburg gaat vanaf maandag 4 dagen dicht voor het wegverkeer. Dat is nodig om het asfalt te vervangen. En dat betekent ongeveer een half uur omrijden voor de weggebruikers. We zien nu dat de hechtlaag tussen het beton aan de ondergrond en de asfaltlaag daarboven, dat die niet goed gehecht is. En we weten dat toen dat gebeurd is, was het in de zomer, was het erg warm weer. Dus misschien heeft de temperatuur daar een rol mee ingespeeld. Tijdens de werkzaamheden zijn 2 omleidingsroutes ingesteld. De eerste route loopt via de N50 langs Kampen. De tweede route loopt via de A28 langs Harderwijk. Automobilisten moeten dus 4 dagen lang geduld hebben. Dit is eigenlijk al heel erg kort. De aannemer die het gaat doen, die gaat ook alle tijd gebruiken. En als het nodig is, zal die ook 's avonds werken. We weten dat het natuurlijk vervelend is voor al dat verkeer, 4 dagen lang. Maar het zou nog vervelender zijn als de hele gevaarlijke situaties optreden. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. Als alles goed gaat, zijn de werkzaamheden aan de brug volgende week vrijdagochtend afgerond. Op de luchtfoto's van de tentoonstelling Almere Boven kun je heel goed zien hoe ideeën over stedenbouw veranderden in de tijd. Almere Buiten werd gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw. En toen maakten de architecten alle straten kaarsrecht. De derde stadskern van Almere was Almere Buiten. En in het erfgoedhuis hebben we een tentoonstelling samengesteld met vooral foto's van dat oostelijke deel of het buitenstadsdeel. En dit is een van mijn favoriete foto's. Een foto uit 1987 van het station Almere Buiten. Met echt heel veel mooie details hoe zo'n wijk zanderig midden in die polder lag. Met hier de bus en de keerlus. De bus tussen Almere Buiten en Almere Stad. Hier zien we de eerste woonwijk van buiten de Molenbuurt. Die in 1984 klaar was. Hier zien we de hondenkoptrein. Die net vertrekt of aankomt. Kunnen we niet zien. Nog een paar bouwmannen. Allerlei details die echt de moeite waard zijn om te bekijken. Hier gaat later Doemeren komen, daar de seizoenenbuurt, nu nog gewoon polderlandschap. Echt een kijkplaatje en er zijn verschillende van dit soort luchtfoto's die echt uitnodigen om er lang en goed naar te kijken. En als je dan kijkt wat er ook hier weer is gebeurd, deze foto is ietsje meer uitgezoomd, maar wel vanaf dezelfde locatie.
hier ligt datzelfde station met die Molenwijk, die seizoenenbuurt die inmiddels natuurlijk ook gewoon een enorme woonwijk is geworden. En het hele centrum van Almere Buiten wat is ontwikkeld met hier Doemere, wat heel veel mensen zullen kennen. Hier ligt het erfgoedhuis waar de tentoonstelling is, dat is precies daar. En hier de trein naar Lelystad en verder. Het aardige van die luchtfoto's is ook dat je er heel goed mee kunt laten zien wat de verschillende stedenbouwkundige trends en de modes, zeg maar, ook in de architectuur waren. En daar in 1975 werd haven begonnen met kronkelige kleine straatjes, korte zichtlijnen, een soort geborgenheid. En zie hier het contrast met Almere buiten, de derde stadskern van Almere, waar de hele, het was een ander economisch klimaat, er moest snel gebouwd worden, er waren veel woningen nodig, lange lijnen. Precies in het git van de polder, van de poldervlakken, zijn woonwijken ontwikkeld. En hier zie je dus dat hele grote contrast tussen buiten en de andere wijken van Almere. En morgen het laatste deel uit de serie over de tentoonstelling Almere Boven. En dan kijken we naar Almere Duin. Zometeen kun je kijken naar de laatste aflevering van de Racismekaart. Almeerders Mohersi en Tanja Jes die gaan in gesprek over racisme in Flevoland. En vandaag spreken ze met de Almeerse burgemeester Frank Weerwind. Vanwege zijn huidskleur werd Weerwind in een andere gemeente uitgesloten van een burgemeesterpost. Ja, dat was we kunnen toch niet de gekleurde man benoemen tot burgemeester in deze gemeente. Dat wordt dan via de zijlijn en via tenslotte als reden genoemd waardoor je afvalt in de procedure. Ik maakte de gekste dingen daarin eigenlijk mee. En dit was Flevoland voor vandaag. Al ons nieuws vindt u 24 uur per dag op onze gratis te downloaden app. En natuurlijk ook de website omroepflevoland.nl. Ik wens u voor nu nog een fijne avond en graag tot morgen.